Yo mensen, what up? Lasje of de Uikelasje. En dit is een beetje een aparte video. Dit is nog nooit wat ik eerder heb gedaan. Ah, mijn wenkbrauw. Hij is weg daar. Verbrand ooit een keer. In ieder geval, wat wij dus gaan doen, is, of wat ik nu ga doen, is dat ik een video terug ga kijken die voor mij het leukste is om naar te kijken. Mijn meest bekeken video. Nou, niet mijn meest bekeken video, maar wel een van de video's dat het best heeft gedaan op mijn kanaal. En dat zal ik jullie nu even laten zien. Even kijken, want ik kijk nou op twee schermen. Dus ik moet even een beetje heen en weer gaan, zeg maar. Maar ja, zoals je kan zien daaronder, staat er dus 530 likes en maar 9 dislikes. En later pas, zeg maar, kwamen er echt meer dislikes en zo. Mensen die gingen haten op mijn gameplays en dat soort shit. Nou, dat gebeurde nou eenmaal. Maakt het me niet zo heel veel uit. World's Most Killed Non-Lethal in Ground War Domination. En ik weet nog wel dat dat gehouden was door Carnage Sniper, volgens mij. En die zit er nou nog steeds in. En nou ja, die hield het record. En ik had het toen met 2 kills, volgens mij, verbroken. Dus ik was super pumped gewoon toen ik... Nou, ik haalde dit en ik dacht van, wauw, oké, zieke gameplay. Toen ging ik dus op zoek naar een video die meer kills had dan dit. En die kon ik niet vinden. Toen vroeg ik aan de leader van Carnage of ik hoog had, bla bla. En dat was dus ook zo. Nou, de dag daarna hadden zij hem alweer verbroken. Maar ja, het die gozer speelde op PS4. Dus op Xbox is het nog steeds het meeste aantal, volgens mij. Het zal inmiddels al wel weer verbroken zijn, denk ik. Ik heb geen idee. Het staat er nu nog steeds gewoon zo op. 112 comments ook. Hele positieve comments. Dus daar ben ik ook heel erg blij mee. Dus deze video gaat een beetje heel raar worden met hoe je het ziet op beeld en zo. Maar ja, laten we gewoon van start gaan. Oké, dus hier die hele oude intro. Ik heb nog steeds geen nieuwe intro. Dus als jij iemand kent die hele goede intro's kan maken, laat me het dan even weten. Het moet. Oh, ik zou even die muziek uitzetten. Maar in ieder geval, dit is dus de hele gameplay. En ik en meerdere mensen die zeggen altijd van ja, ik kan deze gameplay kan ik over en over en over again blijven kijken gewoon. En ik denk ook wel dat ik daarmee moet instemmen. Want ik kijk deze gameplay ook nog gewoon fucking vaak. Als ik dan gewoon terugkijk naar hoe het Pupstomp in Black Ops 2 was. En hoe erg dat nu eigenlijk is om samen te doen. Ik bedoel, na minder dan een maand ben ik al gestopt met Pupstomp op Advanced Warfare. Ghost was niet leuk om te Pupstompen. Heb ik wel een tijd gedaan. Toen kwam OPNL ook. En daar zijn we uiteindelijk ook mee gestopt. En toen is het eigenlijk allemaal naar competitive gegaan. Dus deze gameplay, echt, ik dropte volgens mij iets van 90 kills of zo daarna. 90 kills de tweede ronde, volgens mij was het zoiets. Dus dat was echt fucking sick. En het was ook nog met de MP7 ook. Quad C4, Jesus Christ. Ik moet echt de hele tijd naar Bill blijven kijken om te volgen wat er allemaal gebeurt. Dit was dus echt balsiep in de span. En ik speelde hier dus ook full party. Volledig de hele tijd orbitals en zo. En die spans die waren echt crazy gewoon. Dat was niet gezond. Deze spantrap was waarschijnlijk de beste spantrap die ik ooit met een party heb gehad. En ik hou hier volgens mij maar 1 nuclear. Maar dat was wel ook nog eens in Nederland snelste nuclear. Iets van 70 seconden of zo. Dat was meteen vanaf de start van de tweede ronde. Had ik een 5-man feed of zo. Quad C4 en dat soort shit. Volgens mij zie je dat zo meteen allemaal wel. sorry. In ieder geval, deze gameplay is dus gewoon niet normaal sick gewoon. En ik ben zo blij dat ik deze ooit heb gehaald. Ik denk dat het toch wel een beetje laat zien van nou ja, hoe Pupstompen was in Black Ops 2 en zo. En dat het eigenlijk, denk ik, niet meer zo terug gaat naar hoe dit het was, zeg maar. En ik heb ook geen zin om te traaien of zo op Advanced Warfare om dit weer terug te krijgen. Heb ik gewoon geen tijd en zin in om dat te doen. Want voor de mensen die het nog niet weten, toen ik aan het pubstompen was hier op Black Ops 2 en zo en zoveel aan YouTube deed, zat ik niet meer op school. Dus toen had ik een tussenjaar en toen kon ik gewoon elke dag kon ik video's maken en doen wat ik maar wil. En zoveel kreinen dus wel. En dat heb ik toen ook gedaan. En nu zit ik weer op school. Moet ik heel veel leren. En ik speel competitive nu zo'n beetje, zeg maar. En ja, het pubstompen in Advanced Warfare vind ik ook gewoon niet zo heel erg leuk. Dus daarom doe ik het ook niet meer. En is een beetje de YouTube grind een beetje weggegaan daarna. En sinds gisteren heb ik weer een beetje zitten streamen. Voor de mensen die dat niet hebben gezien.
Hier trouwens de kwart 7 uur. Oh, zo fucking vet. In ieder geval, ik ben dus gisteren weer gaan livestreamen, wat ik heel erg leuk vond. Het was heel erg gezellig. We zaten gewoon met 60, tussen de 50 en 60 mensen de hele tijd in de stream. En voor zo'n lange tijd dat ik niet heb gestreamd of geüpload, ben ik daar toch nog wel blij mee dat er nog zoveel mensen kwamen. En het doet me weer een beetje denken aan hoeveel, of waarom ik nou eigenlijk ben gestopt met YouTube en zo, bla bla. Want in Black Ops 2 streams, toen ik dit deed, kreeg ik gewoon minimaal iets van 200 kijkers. Tot iets van mijn meeste kijkers dat ik ooit had, was iets boven de 400 of zo. En nu krijg ik met moeite nog 100, zeg maar. Of nou, gewoon bijna niet. Dus dat is gewoon heel erg kut om daar weer aan terug te denken, zeg maar. Van dat ik zoveel had, zeg maar, kijkers en een redelijk grote fanbase. En dat het nu allemaal een beetje door de nieuwe spellen weg is gegaan. Want ja, Black Ops 2 was gewoon de shit voor pubstompen en die gameplays halen en zo. En dat is nu allemaal een beetje weg. Maar echt, als ik deze gameplay... Ik had toen ook nog een commentary onder deze. Dat was bij 9-11 dat de Twin Towers waren ingestort, die twee vliegtuigen. Nou, nu nog steeds. Oh ja, hier kill ik trouwens mezelf met de C4. Toen was ik zo mad, volgens mij. Maar toen uiteindelijk had ik hem zo snel gehaald dat de medals zo ver achterlopen. Dat is echt niet normaal. Hier kreeg ik 2 of 3 unstoppables. Terwijl ik echt al een half, nou ja, 20, 30 seconden dood was of zo. Dus dat was best echt. Ik weet nog wel echt dat ik zo boos werd toen dat ik mezelf killde voor die nuclear. Want ik was toen in deze tijd aan het gaan voor de quad nuclear. Ik had de triple nuclear al gehaald. 2 keer zelfs, volgens mij. En ik wou toen zo graag die quad nuclear. Maar ik haalde hem gewoon niet. En toen in deze commentaar zei ik ook nog dat ik de quad nuclear zou gaan halen. Heb ik nog steeds niet gehaald. En ik ga er ook echt niet meer voor. Mensen vragen nu nog steeds aan mij van... Lars, ga weer Black Ops 2 uploaden. En dan denk ik van... Nee, ik heb plezier in Advanced Warfare met competitive spelen. GB's. Soms nog pubpotjes spelen en zo. Niet echt pubstompen, maar gewoon pubpotjes spelen en zo. En dan denk ik van... Nee, ik ga niet naar een game toe dat al 2 jaar oud is. Ik bedoel... Nee. Sorry, dat ga ik gewoon niet meer doen. Hoe graag ik ook weer deze fanbase zou willen hebben... Ik ga niet meer helemaal terug naar een 2 jaar oud spel. Omdat mensen dat heel graag willen zien. Ik moet ook gewoon plezier hebben in wat ik doe en zo. En om nou alleen maar weer Black Ops 2 te gaan spelen en zo, daar heb ik gewoon geen zin in. En dan speel ik dus ook altijd alleen maar solo, omdat de rest allemaal gewoon op Xbox One speelt en Advanced Warfare. Dus ja, daar heb ik ook niet zo heel veel zin in. En wat is er nog meer te vertellen over deze game? Ik eindig met 152 of 153 kills of zo. En ik was zo motherfucking blij. Ik weet niet hoeveel C4 kills ik in deze game heb gehaald. Dat is echt niet gezond gewoon. Tweede helft, 1,5 minuut is er nog ongeveer over. Volgens mij heb ik ook nog iets van dik 20k score of zo. Dus dat is ook mannenveel. En daar komt mijn kat aan. In ieder geval. Laat even een duimpje in ieder geval achter als je dit leuk vindt om te kijken. het is iets heel anders dan dat ik normaal doe. En ik zag allemaal andere YouTubers dit doen. Ik dacht van, dat is wel geinig om een keertje te doen. En dit is een van mijn favoriete gameplay. Of het is mijn favoriete gameplay. Commentary, ja, weet je. Het is awkward om je eigen commentaries terug te luisteren, zeg maar. Omdat je daar allemaal over bullshit praat en dat soort dingen. En dan denk je van, waarom de fuck heb ik hierover gepraat? Maar in ieder geval, de gameplay spreekt voor zichzelf. Het is mijn beste gameplay die ik voor mij heb gehaald. Ook al is een triple nuclear misschien beter of zo. Geen idee. Ik vind dit leuk om naar te kijken. Balls diep ook. En dat is een beetje waar het hele spantrap en 9-man parties om ging en zo. En nu is het alleen nog maar reverse boosten. Wat ik persoonlijk nog... Nou ja. Dit zijn gewoon lobby's waar gewoon mensen die goed zijn in zaten. Lieven en dan komen er downies voor terug. Zo ging het in full party in Black Ops 2. Zo speelden wij. We konden niks anders. We waren allemaal, weet ik veel, allemaal in 4KD en een, weet ik veel, 600-700 score per minute. En op mijn nieuwe account had ik een fucking bijna 1500 score per minute of zo. Dus dat was fucking sick. Maar in ieder geval, de gameplay is bijna op zijn einde gekomen. Misschien zien jullie mijn kat nu. Ja, daar zie je hem. Dat beest heeft honger, dus ik moet hem zo meteen even vreten geven. Maar in ieder geval, ik hoop dat jullie van deze gameplay hebben genoten. 154 zelfs, om 17. Dat is best sick. Maar
Laat even een duimpje achter bij deze video als je ervan hebt genoten. En laat even weten wat je nog meer wil zien. Ik ga denk ik GB highlights in ieder geval uploaden. Met een mix van Pupstomp gameplays. Want ik heb op Advance Server nog iets van 30 100 plussers en DNA bombs en dat soort shit. Hey, Justin Bieber, what up, biatch? Maar ja, in ieder geval, thanks for watching. Laat een duimpje omhoog en laat even weten wat je nog meer wil zien. Adios, amigos.